Hallo iedereen, Brammers, ik zie me vandaag voor een nieuwe video in Star Wars Battlefront. En vandaag is het zover, de eerste DLC is uitgekomen. Het is een gratis DLC zelfs, dus dat is zeker en vast mooi. En dat is de Battle of Jakku, die dat ervoor zorgt dat er twee nieuwe maps en één nieuwe game mode in het spel zitten. De nieuwe game mode heet Turning Point, daar zit je nu gameplay van, ook op een nieuwe map natuurlijk, want je kunt die game mode nog maar op één map spelen, dus als je die game mode veel speelt, wordt dat wel heel erg repetitief. Je verandert wel altijd van kant, altijd van de Empire naar de Rebellen. Maar voor de rest verandert er eigenlijk niks, dus daar raak ik ook niet zoveel aan. Ik heb nu twee matchjes gespeeld, één keer als Stormtrooper en één keer als Rebel. En ik moet zeggen, het is op zich eigenlijk wel nog gebalanceerd. Je moet gewoon eigenlijk goed kunnen samenwerken met je team en ook wel deftig spelen. En dat moet eigenlijk wel lukken. Het is de bedoeling dat je als Rebel, je gaat zien dat er dan drie objectives zijn in het begin. Je moet daar van eentje capturen. Daarna moet je er één van de twee capturen. Daarna nog eens één van de twee. En dan als laatste gaat er nog maar eentje beschikbaar zijn. En moet je die met heel je team proberen te capturen. Dat is de moeilijkste natuurlijk. Je moet proberen van elk gebied wel binnen een bepaalde tijd te kunnen clearen. Anders winnen de stormtroopers automatisch. Als je aan de kant van de Empire staat, is het dus eigenlijk logisch dat je gewoon de rebellen moet tegenhouden. Zorg dat die niet kunnen capturen. Dat is wat jullie moeten doen. Ik heb hier nog geen hero pick-ups in liggen, dus ik denk ook niet echt dat die erin zitten. Maar wel kun je, als je met een stormtrooper speelt, kun je een keer in een AT-ST kruipen. En als je een rebel bent, kun je met een snowspeeder spelen. Dat wil dus eigenlijk wel zeggen dat deze eigenlijk nog wel redelijk gebalanceerd is, want met zo'n AT-ST kun je makkelijk schepen uit de lucht halen en met die schepen. Je kunt er wel jammen dat er tijdelijk geen raketten op afgevuurd kunnen worden en dan kunnen we wel nog wat kills halen natuurlijk. Om eerlijk te zijn, ik ben eigenlijk niet echt onder de indruk van zowel de maps als de game mode. Bij de game mode komt dat omdat ik het eigenlijk niet echt al te leuk vind om te spelen en ook omdat er nu maar één map beschikbaar is. En dan de maps die zich op de planeet Jakku afspelen, ik vind die eigenlijk ook niet echt zo bijzonder. Het is eigenlijk gewoon een beetje gelijk Tatooine, alleen liggen er meer restanten van AT-AT's en al. Dat is eigenlijk het enige verschil. Het is ook gewoon zo random. Het is gewoon of dat je plots in een battle spawnt tussen rebellen en stormtroopers en je weet eigenlijk niet wat er gebeurt. En dat is eigenlijk het grootste probleem bij deze DLC. Ze hebben dat zo wat gehyped gemaakt door erbij te zeggen dat je erachter kunt komen wat er gebeurd is tussen de zesde film en de film dat nu gaat uitkomen, The Force Awakens. Wat leert je eigenlijk bij van op deze map te spelen? Niks eigenlijk. Vanuit een trailer te kijken leert je misschien nog een klein beetje bij, maar het is niet echt wat ik verwacht had. Ik had echt verwacht dat we erachter gingen komen wat er precies gebeurt tussen de zesde film en nu. En waarom dat er eigenlijk maar de zes films zijn geweest, dat er nu plots behoefte is aan nieuwe films eigenlijk. Wat dat er precies gebeurd is, welke plot twist dat er gebeurd is. En daar komen we dus eigenlijk jammer genoeg niet achter. Dus de maps en de game mode zijn eigenlijk niet echt zo bijzonder, de DLC is op zich niet echt zo bijzonder. Het enige voordeel is eigenlijk dat het gratis is en dat er misschien een klein beetje meer variatie nu wordt aangeboden. Maar hoe dan ook, ik ga niet echt altijd op deze map willen spelen, want ik vind die eigenlijk niet echt zo leuk. En de game mode, de kans dat ik die nog ga spelen is vrij klein eigenlijk. Ik vind dat er veel betere game modes zijn. Hoe dan ook, het is gratis DLC. Nu voor de mensen die dat spel gepreorderd hebben, binnen een week voor de mensen, voor iedereen eigenlijk binnen een week. Dus als je fucking Star Wars Battlefront hebt, heb je eigenlijk toch geen reden om het niet te downloaden. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Als dat zo is, vergeet dan zeker en vast niet deze video te liken. Mijn naam is Brammers X en ik zie je graag volgende keer weer. Tot ziens!